Oké, hi girls, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer terug na lang weg zijn geweest, omdat ik gewoon geen inspiratie had voor video's. Ik had wel inspiratie, ik had geen motivatie en het voelt niet eens lang geleden sinds ik mijn laatste video heb gepost, maar het is wel zo... Ja, het lukte gewoon niet. Ik heb er geen ingewikkeldere uitleg voor, maar we gaan gewoon beginnen met deze video, want blijkbaar heb ik nu wel weer zin om te beginnen met een YouTube video. En hebben we vandaag een video waarin ik 2000's iconische outfits... Had zin om iconische 2000's outfits na te maken. Voor Halloween, als Halloween looks. Ik weet niet of ik het nog op tijd ga kunnen posten, want ik ben weer eens heel chaotisch geweest en ik heb te laat alles gefilmd en ik kon alles niet vinden. Maar we gaan het nu doen. Leek me leuk om te proberen. Of ik looks uit mijn kast kon halen. Dus gewoon al de kleding die ik nodig heb gewoon uit mijn kast te halen. Dus op een duurzame manier een Halloween outfit creëren. Zonder dat ik ervoor iets nieuws hoef te kopen. En ik heb nog een paar belangrijke dingen uit de kringloop gekocht. Ik weet gewoon dat mensen dit jaar allemaal hun kostuum op Shein gaan kopen. En dat het allemaal weer gewoon het afval in gaat. Want niemand gaat zijn kostuum nog een keer dragen waarschijnlijk. En that's really bad. Ja. Ik snap het wel. Mensen willen het makkelijk een outfit voor niet veel geld. Maar ik wil supporten. Ga naar de kringloop en gebruik gewoon make-up om het eng te maken. Of make-up om het beter te maken. Of maak zelf wat met een DIY. Gewoon ook met dingen uit de kringloop. Ik zou zeggen, doe dat gewoon in plaats van een outfit kopen die je daarna nooit meer gaat dragen. Ja. Maar laten we beginnen. Ik ga jullie laten zien welke look ik naar ga maken. Welke kleding ik daarvoor heb. En dan gaan we het aandoen. Ga ik waarschijnlijk wat foto's maken van die look. So yeah. Let's see. De eerste look is een look van Avril Lavigne. Ze had altijd iconische soort van skaterboy outfits met een stropdas om en baggy cargo pants. En ik dacht, dit is eigenlijk heel makkelijk om na te maken. Ik ga deze look namaken met de camouflage broek. Deze look is denk ik de makkelijkste om na te maken. Want ik denk dat heel veel mensen nog wel een camouflage broek hebben van 2018 en zo. Toen dat helemaal in was. Als je het niet hebt, dan kan je er wel snel een tweedehands vinden. Gewoon zo'n dumpstore met allemaal legerspullen. Deze komt ook van een dumpstore die ik heb. Die is echt van 6 jaar geleden denk ik. Gewoon een simpele witte tanktop. Eigenlijk is het beste als het een hoge neklijn heeft, zoals op de foto. Maar als dat het niet heeft, dan kan het ook prima. Dan kan je misschien ook een hemdje die een lage neklijn heeft, anders omdragen. Want de achterkant heeft vaak een hogere neklijn. En een stropdas. Ik ben naar de kringloop geweest en ik heb geprobeerd een stropdas te vinden die er het meest op lijkt. Deze strepen zijn veel dunner, maar de kleuren zijn wel ongeveer hetzelfde. Dus ik vind het er goed op lijken. Je kan natuurlijk ook gewoon in je vaders kast of je vriend... kast. Ik weet niet, mijn vriend heeft denk ik geen stropdassen. Maar in een man in je huis zijn kast kijken en ook een stropdas vinden die er misschien op lijkt. Ik heb alleen niet de armbanden. Ze heeft echt een rood wit blauwe armband om. Misschien had ik die vroeger wel. Het is echt een Nederlandse kleuren armband. En ik heb niet de Canadese vlag aan mijn stropdas. Die kan je misschien wel uitprinten en erop plakken van papier, maar die heb ik niet. Maar ja, laten we dit aan gaan doen. Really like this outfit. Ik had alleen het gevoel dat er iets ontbrak. Dus eerst heb ik nog een onderhoek aangedaan met de witte randjes zoals Avril heeft. Ik heb het gevoel dat ik een te kort hemdje heb gebruikt en dat niet echt heb beseft ofzo. Dat vond ik wel jammer, maar voor de rest lijkt het wel hetzelfde. I like it. De volgende outfit die we hebben is een van Cher in Clueless. Cher, come on!
Come in, Cher! Miss Stoger, my plastic surgeon doesn't want me doing any activity where balls fly at my nose. Well, there goes your social life. You could be a farmer in those clothes. Toen ik deze scène voor het eerst zag, was ik al helemaal betoverd met deze outfit. Ik weet niet waarom, met Cher en Dion die zo naast elkaar stonden. Tegen dat hek. Dion, haar outfit vind ik eigenlijk nog leuker. Alleen die is ingewikkeld. Want ze heeft een of ander korset met een shirt. Ik weet niet hoe het precies zit. Maar die outfit is een beetje moeilijk om te recreëren. Dus je kan het wel als een duo look doen. Maar ik denk niet dat het precies nagemaakt kan worden. Maar als je de bandana hebt en je hebt een witte top en een zwart shirt en een short broek. Dan kan het op zich wel makkelijk. Maar vandaag gaan we voor de outfit van Cher. En zij heeft een hele makkelijke outfit aan. Hetzelfde als je in 2019 leefde. Ik denk dat jullie wel in 2019 leefden eigenlijk. Dan heb je denk ik nog wel een skatebroekje. Is het skatebroekje? Nee. Bikershort. Bikershort. Dan heb je waarschijnlijk nog wel een bikershort. Deze van streep op de zijkant. Maar ik denk dat het wel leuk staat. Gewoon een simpel wit t-shirt. Ik had eigenlijk geen groot wit t-shirt meer. Dus ik heb deze uit mijn vaders kast gestolen. Sorry. Pop. En over het witte shirt doe je gewoon een zwarte tanktop. Ik heb deze. Ik heb wel meerdere. Een beetje gekropt, maar je kan ook gewoon een lange oprollen, dubbel vouwen of afknippen. En dan heb je gewoon een zwarte tanktop. Die heeft iedereen, denk ik wel. Cher heeft er ook nog een hele leuke tas voor haar mobiel bij. Die heb ik niet, natuurlijk. Ik denk niet dat veel mensen deze hebben. Is die van Louis Vuitton? Ik weet het niet. Maar ik dacht, je kan misschien ook zelf een flipphone bij doen. En dan als je foto's maakt of als je hem gewoon bij je outfit wil hebben, dan kan je hem zo in je broek knippen. En dan is het al een beetje een extra accessoire. Ja, het leek me wel leuk om erbij te doen. Ook al had zij zo'n veel oudere telefoon. Omdat het is nog in 1990 of zo. Dit is nog niet de 2000s. En deze flipphone was er waarschijnlijk nog niet toen die film uitkwam. Dus het is een beetje onrealistisch. Maar het gaat om het idee. Die outfit is heel simpel. Je moet gewoon een staart in doen. En that's it. Je kan hem ook nog leuker maken. En de twee outfits combineren door een bandana gewoon bij Cher haar outfit te doen. Maar dan wordt het minder. Ja. Okay, dus in deze outfit voelde ik me eigenlijk heel lelijk en de foto's werkten niet mee, want ik had een veel te laag angle. Omdat ik foto's moest maken met een kapot statief en het werkte gewoon niet mee, oké. Maar het had wel potentie. Het shirt was alleen ook iets te groot, waardoor het niet zo flattering was. En die van Cher was wel gewoon fitting, dus het stond daar gewoon veel beter. Maar de outfit... Het ziet er wel goed uit, het lijkt er wel op. En eigenlijk had ik ook gewoon deze foto moeten plaatsen. En dat heb ik niet gedaan, want ik vond mezelf lelijk op de foto's. Maar het is pretty cute. Next up hebben we outfits van Christina Aguilera. Ook een erg simpele outfit die veel mensen waarschijnlijk wel na kunnen maken. I hear great things about the movie. I hear great things about him as an actor. I'm very excited. I'm a big fan of Brittany Murphy too. So I'm excited to see what her performance is like in this movie as well. Het is gewoon een low-waisted lichte jeans. Ja, ik heb gewoon mijn favoriete Lois lichte jeans. Als ik die nog pas. Een witte crop top. Ik heb gewoon een perfecte witte crop top voor dit. Maar ik weet niet waar die is. Dus ik gebruik deze met die draak erop. Ik geloof dat echt heel veel mensen in 2018... deze specifieke crop top hadden met een draak erop. Maar ik ga hem gewoon of binnenste buiten dragen of andersom. Als ik in deze outfit naar buiten zou gaan, dan zou ik nog wel mijn witte crop top proberen te vinden. Maar this will do for now. De hoed is wel heel erg specifiek. Ik ben één dag naar de kringloop geweest om wat spullen voor deze video te vinden. En ik had hem in één keer gevonden. Deze heeft geen strepen zoals die van haar. En hij is iets anders, maar op zich... This will do, oké? Het enige wat het wel iets meer afmaakt is de lowlights in haar haar. De zwarte stroken. En ik heb daarvoor mijn extensions die ik erbij in ga doen. Ik heb deze extensions echt een jaar lang niet gedragen sinds ik mijn vorige Halloween look heb gedaan met mijn vriend. Dus vorig jaar waren we J.Lo en P. Diddy. Yeah.
die heb ik ook gewoon. Die outfit had ik ook gewoon uit mijn kast verzameld. Een witte low-waisted broek. Een glitterriem, als je die hebt. Een top. En ik had er gewoon random glittertekst op. Omdat ik die al een keer had gemaakt. Had er Dior op staan. Maar als je het heel specifiek wil doen, dan kan je precies haar top namaken. Een bandana. En die dan opvouwen en zo omdoen. De haarstijl kan je wel namaken. En glitteroorbellen. Dus op zich was die wel makkelijk te doen. Ik had toen ook mijn extensions in. Want ik heb geen bruin haar. Dus ik heb haar bruine haar een beetje geïmiteerd met de extensions. Het was niet echt een hele goede recreatie. Maar het was wel leuk om te doen. Die was wel heel erg leuk. En voor Christina ga ik dus weer die extensions gebruiken. Maar als je geen extensions hebt en je hebt wel lang haar en je hebt blond haar. Dan kan je ook gewoon met zo'n spuitbus. Kan je ook gewoon bruine plukjes in je haar doen. Ik heb eigenlijk al wel bruine plukjes die nu aan het wegvelen zijn. Want ik heb ze heel lang niet meer bijgeverfd. Maar ik ga er nog plukjes bij doen. That's what I'm gonna do. De handschoenen heb ik niet meer. Ik had eerst wel zwarte handschoenen. Niet dit soort, maar wel andere. Dat zou ik wel meer afmaken. Maar misschien ga ik nog handschoenen proberen te maken met een oude panty. De make-up is trouwens ook wel belangrijk. Ze heeft hele dunne wenkbrauwen. En erg 2000 make-up met heel veel blauw en dikke eyeliner. En heel erg roze metallic lippen. Dus als je dat na kan maken, dan is het nog meer compleet. De tas heb ik niet. De tas gaan we vergeten. Dit is vooral in die leuke soort foto's. Maar als je de extensions hebt of de plukken in haar hebt, dan zou het wel gewoon op een Halloween party kunnen als een Christina Aguilera namaakt. I was feeling myself. Ik ging helemaal los hier net. Want ik vond deze outfit echt leuk eigenlijk. Het is echt een outfit voor mij natuurlijk ook. En ik vond het echt goed gelukt. Want het haar maakt het gewoon af. De make-up maakt het gewoon af. En het lijkt er gewoon heel erg op. Ik ben er heel blij mee. Toen spotte ik nog de outfit van Lindsay Lohan in Freaky Friday. Anna, hurry up! What? I'm ready. En ik dacht, die is ook wel te doen. Ik heb niet een zwart met rood t-shirt als in hier zit zwart en daar zit rood. Maar ik heb wel een rood t-shirt met zwart erop. Dus ik dacht, we gaan gewoon proberen of dit er een beetje op gaat lijken. Ik heb deze van Armani Jeans ooit vintage gekocht. En ik heb deze broek. Ik heb een cargo broek, een hele dunne. Maar gewoon een groene broek. En een belt met studs eigenlijk. Ik denk dat je deze misschien wel hebt of snel kan vinden in de Kringloop. En een choker. Die veel mensen denk ik ook nog wel hebben. Omdat die vroeger helemaal in waren. En ik heb ze nooit weggedaan. Gewoon een soorte tas. Die is niet heel prominent aanwezig. Maar ik zou deze Prada tas erbij dragen denk ik. Gewoon aan de zijkant. Als je ziet heb ik uiteindelijk nog een zwart shirt over mijn rode shirt gedaan. Waardoor het meer op de outfit leek. Want anders was het gewoon niet geslaagd. Ja, ik zou deze outfit nooit naar buiten dragen. Maar het is wel een gelukte recreatie. Hey, dat was de laatste outfit die ik had gedaan. Maar er komt nog een surprise outfit hier op het einde. Want dit heb ik nog gefilmd voor TikTok. Maar ik ga het gewoon in deze video stoppen. Ik had nog zin om een Regina George kostuum te maken. We hebben all of our nominees for King and Queen on the stage. Oké, okay, good. Oké, dus ik heb nog zin om een Halloween outfit te maken. En deze keer ga ik Regina George haar prom outfit namaken. Ik heb deze bloem een keer gehaald en het deed me denken aan Regina George. En ik besefte dat ik een jurk heb die iets meer goud is dan die van haar. Maar op zich is good work. En ik had niet de zwarte gekke
Ik weet niet hoeveel mensen dat namaken die dit kostuum eerder hebben gedaan. Maar ik ga gewoon dit gebruiken. En dan zo met die... Ja. We shall see how this turns out. Ik moet ook nog mijn haar en make-up doen. Want mijn haar is heel... Het zit echt slecht vandaag. Deze jurk is toch oprecht wel mooi. Ik bedoel... Het geeft heel erg Cyril's Rom vibes. Maar hij heeft een zak. Ja. Hoe ga ik het doen met die hoofdband hiervoor? Ik weet niet hoe ik het ga doen met de hoofdband hier. Er gaat ook nog iets voor de hoofd langs. Maar daar heb ik niet genoeg bloemen voor dan. Want hoe ga ik dat doen? Regina, stop! Do you know what everyone says about you? You can take that fake apology and shove it right up your...